Sarah, achter jou of naast jou staat een prachtig instrument en iedereen kent het als een harp. Precies. Maar het is een Keltische harp, zei je tegen mij. Ja, dat klopt. Wat is nou het verschil tussen een gewone harp en een Keltische harp? Met een gewone harp denk ik dat jij de pedalenharp Ja, bedoelt. die je gewoon bij een concertgebouworkest ziet. Ja, de pedalenharp dat is een harp waarbij je de halve tonen kunt stemmen met je voeten door de pedalen. En bij de Keltische, of het wordt ook wel de kleine harp of de klepjesharp genoemd. Hier zie je aan deze kant zie je allemaal klepjes. En daarmee kun je dit is een C. En wil ik dan een Cis maken, dan moet ik dat met de hand doen. En dan zet ik het klepje omhoog en dan wordt hij een halve toon hoger. En dan heb je een Cis. En zo is dat voor alle snaren die je erop zitten. Ja. Is dat nou net zoals op de piano? Doe nog eens de C. En dan zit daarnaast de D. Ja, hier zit de D. En dan E. Als ik het klepje omhoog zet, dan is het een E, want anders was het een S. Want ik heb hem diatonisch, dus een As gestemd. Nee, een S gestemd trouwens. Maar als je de klepjes gewoon laat staan naar beneden. Dan heb je S groot. Dus dan heb ik dus C, D, S, F, Maar D, je kunt niet door As. in die fasol spelen. Kan ik wel, maar dan moet ik de E inzetten. Dus hier maak ik een E van. En van de as en de bes maak ik een B van. En dan heb je, ik zal het hier doen, net als de piano. Heb je En zo speel je meestal, denk ik, of niet? Ligt eraan welk stukje je speelt. En moet je dan die klepjes onder het spelen verzetten? Dat kan, dat ligt eraan wat voor stuk je speelt. Dus je moet ze onder het spelen verzetten. En wij kunnen dus met deze klepjesharp kunnen we dus, zoals ik hem nu gestemd heb, in drie kruisen spelen. En vier mollen als alle klepjes. Oh, drie mollen trouwens moet ik zeggen. Als alle Nee, klepjes maar dat is erbij allemaal zijn. heel technisch. Vertel eens heel eerlijk, Sarah. Wanneer ben jij nou met een harp begonnen? Als klein kind al? Ja, toen ik een jaar of 11 was. Toen vond je de harp al mooi. Hoe Ja. kwam dat? Kwam er iemand met een harp voorbij lopen? Nee. Nee, niet voorbij lopen, maar wel. Ik had de muziek wel eens gehoord op platen. Maar ik zag het ook op televisie bij een programma waarbij instrumenten elke keer voorbij kwamen. En daar kwam ook een keer de harp. En toen was je meteen verkocht. Ja. Liefde op het eerste gezicht? Liefde op de eerste. Viool vond ik ook wel heel erg mooi. Maar dat deed mijn moeder al. Toen dacht ik, ik wil toch iets anders. Dus het was liefde op eerste en tweede gezicht, zou ik maar zeggen. Er zit dus wel meer muziek in je familie, hoor ik. Ja. Mijn moeder speelde viool en fluit. Kortom, leuk. En toen dacht je, ik ga harp spelen. Is dat nou moeilijk, makkelijk? Ik denk dat ieder instrument zijn eigen moeilijkheden heeft. Hoe lang duurt het voordat je een beetje fatsoenlijk harp kunt spelen? Nou, in mijn beleving kan iedereen harp spelen. Want heel veel mensen vinden dit al. Moet ik wel even een eentoonsoort stemmen. Zo, anders dan klinkt het een beetje apart. Kan ook mooi zijn natuurlijk. Ja, dan moet je al die klepjes gewoon verzetten. Ja, maar. Dus als kinderen komen spelen en ze doen dit. Dat is dan wel een aardig geluid. Je hebt bijvoorbeeld ook de harptherapieopleiding. En daar hoeven mensen niet eens echt nog te goed kunnen spelen. Want dat gaat al heel snel dat ze allerlei mooie deuntjes kunnen spelen. Dus het klinkt al snel leuk. Net als met piano. Je stelt het voor je klaar en kan het al snel aardig klinken. Wil je daar echt wat mee bereiken of zo, dan natuurlijk kost elk instrument zijn tijd en zijn moeilijkheden die je moet overwinnen, zou ik maar zeggen. Hoeveel snaren zitten er nou op ongeveer? Een stuk of 40? 34. Of 34. Knappen die wel eens? Helaas wel, ja. Ja, Eerlijk? ja, ja. Hoe vaak? 1 keer in het jaar? 1 keer in de 2? 1 keer in de 2 maanden. Ja, ligt aan het weer. Als het nou heel zonnig weer is, dan ben je vaker de klos, zou ik maar zeggen. Ja. En waarom? Je hebt de rode en witte en zwarte. Je vond rood een mooie kleur toen. Ja, dat zei ik, hè? Ja. Nee, dit is de oriëntatie. Dus alle rode snaren, dat zijn de C's. En hier is de blauw-zwarte. Dat zijn de F's. Dus C, D, E, F. En dan kun je gewoon makkelijker zien waar je moet spelen. Oh, dat is gewoon handig voor jou. Ja. Je noemt dit, zeiden we straks al, een Keltische harp. Ja. Noord-Ierse harp.
Is die daar uitgevonden of? Nou, eigenlijk. Op hele oude voorstellingen, zeg maar, Griekse, Romeinse, daar zie je ook mensen met harpen. In Egypte en zo. Dus nee, het is niet speciaal uitgevonden in Ierland, maar in Ierland had je de Brain Borrel harp. En met metalen snaren, die is daar dan uitgevonden. En, maar op allerlei werelddelen en zo hadden ze wel een vorm van een snaar, een boogharp, had je een hoekharp. En een citer, dat lijkt er eigenlijk ook een beetje op, hè? Een lier. Een lier, ja, je hebt alles met snaren. In de Bijbel kwam de harp natuurlijk ook voor. Ja. Maar waarom noem je dit nou een Keltische harp? Want zo heet die toch, of niet? Ja, of klepjesharp. Oh, je mag ook klepjes. Ja, dus Keltische harp, ik weet niet precies waarom ze nou Keltische harp zeggen, want je zegt ook, je speelt niet alleen Keltische muziek op deze harp. En bijvoorbeeld, je hebt ook de parochiaanse harp, die hebben dan geen kleppen zoals deze, maar ja, en de gotische harp. En je hebt wat zeg jij? Zeg eens gewoon, wat zeg jij? Ik zeg wel Keltische harp. Oh, Keltische ja, harp. Ja, ja. Oefen je vaak? Nou ja, het liefst elke dag. Hè. Elke dag? Ja, urenlang. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk ook kinderen en werk en wat gaat werken. Dat moet ook, ja. Ja. Hé, hey, kun je een stukje spelen? Ja, dat kan. Ja? Thank you.